Ja, ik ben bij Koos Bos in Dongen. Die is achter deze deur. Tenminste, dat denk ik. Ja, daar is hij. Dag. Hallo. Dag. Kom binnen. Goede. Dag, avond. Koos. Hallo. Koos, kunstenaar. Ja, sinds kort. Ja, hoe kwam het zo? Nou, ik zag een mooi bericht over een banaan in Amerika. Een banaan die aan de muur geplakt was. En die leverde $120.000 op. Ja. En toen kreeg jij dollartekentjes in je ogen. Nee, ik vond het eigenlijk idioot. Echt, waarom betaal je $120.000 voor een banaan? En toen dacht jij, ik raak geïnspireerd, dat kan ik ook. Eigenlijk niet, want ik wilde de tafel opruimen zondagochtend voor het ontbijt. En er lag een rol duct tape op tafel en naast de fruitmand. En ik dacht, ja, ik zie een peer en die duct tape. Ja. Ik trok een stuk duct tape eraf en ik plakte het... aan de balk. Het kwam gewoon ineens. Mogen wij het kunstwerk even gaan bewonderen? Want het kom verder. Ja, zeker. Ja, dat is toch een bijzonder kunstwerk. Ja. En je dacht, ik ga het ook te koop zetten. Ja, het is uniek. Het is van onschatbare waarde. Marktplaats. Hoe is en wordt erop geboden? Ja, flink. Ja? Ja. Het laatste bod is 6 miljoen. Dus, 6 miljoen? Ja. Maar daar doe je het nog niet voor weg? Nou, als de mensen serieus geïnteresseerd zijn, kan het daarvoor weg, ja. Ja, maar jij denkt dat ze niet zo heel serieus geïnteresseerd zijn? Het lijkt me niet, voor een peer. Het was voor jou ook niet zo heel serieus? Nee, zeker niet, zeker niet. Nee, want waarom heb je een peer genomen? Want ja, er lagen hier ook bananen op de fruitschaal. Dus dat had... Ja. We hebben vandaag boodschappen gedaan, dus zondag lagen er een paar peren en wat appels. En ik vond de peer makkelijker dan de appel, laat ik het zo zeggen. We hebben hier toeschouwers, 3 maar liefst. Ja. Ja. Vind jij jouw papa ook een geweldige kunstenaar nou? Een beetje. Een beetje. En wat vind jij ervan? Ook een klein beetje. Ja, maar eigenlijk is het een beetje raar, of niet? Ja. 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 Zeg, nou was er ook een kunstenaar die zei, ik doe nu het kunstwerk De Hongerige Kunstenaar. En die at hem op. Ja. Als ik nou het kunstwerk De Hongerige Verslaggever doe, Koos... Ja. Zie jij dan miljoenen door je ogen heen grippen? Nee, ik denk het niet. Eet hem maar op. Ja? Ja hoor, kijk, daar gaat hij. Ja. Plak er zo weer een nieuwe op. Oh. En die zet je ook weer op Marktplaats? Nou, wie weet. Maar wie er overheen? 6 miljoen? 6 miljoen, ja. Daar moeten ze overheen. Nou, dat moet niet. Als ze het betalen, dan, wat ik al zei vanmorgen in de radio-uitzending, dan mag het naar het goede doel. Oh, je hoeft er helemaal geen, zelf niet voor te hebben. Het kan allemaal naar de voedselbank. Oh, nou. Het is in principe te gek voor woorden dat ze $120.000 voor een banaan betalen, als er ook mensen zijn die het niet kunnen betalen. Nou, wat een mooie kerstgedachte zo, aan het einde hiervan uitdongen, terwijl ik een kunstwerk opeet.